Goedemiddag Marinus. We zijn in de kluis van het magazijn en we hebben elkaar al een tijdje niet gezien. Hè, na een lang jaar, maar je bent weer bezig met het inrichten van vitrines en de schatten van de ZB laten zien. En er is net een aanwinst bij jou aan het presenteren. Kan je daar wat meer over vertellen? Dat klopt. Dat is dit vrij kleine boekje, wat wel erg kostbaar is toch? En wat ook uitzonderlijk is. Het heet een seinboek. En het is een vlaggenboek. En daarin hielden kapiteins en piloten, zei men vroeger. Dat betekende vroeger gewoon kapitein. Die hielden daarin allerlei vlaggen, tekenden ze daarin op. Met daarbij het teken waar het voor stond. Dus waarom voert een schip zo en zo een vlag? Wat betekent dat? Wat wil dat zeggen? Dat moest een kapitein natuurlijk weten, want zeker in oorlogstijd en in de 17e en 18e eeuw was Nederland om de paar jaar in oorlog tegen Engeland gewikkeld, nota bene. En als er een Engels schip voorbij kwam, of zelfs een Spaans schip, dan moesten ze wel kijken wat is zijn bedoeling. Want wij hebben dukaten aan boord en wat hebben zij? Appeltjes van Oranje en zijn die veilig voor elkaar of gaan we die roven? Gaan we voor zeerover spelen? Dus dat was heel belangrijk dat een kapitein wist wat een vlag op een ander schip betekende. Goed, dat hielden ze bij, daar hielden ze lijsten van bij, die tekenden ze onderweg. Maar wat we hier zien is zeer waarschijnlijk geen gebruiksvoorwerp. Het is niet zo dat de kapitein die Cornelis Vis heette, dat Cornelis Vis met dit boekje in de kajuit ging en kijk wat doet dat schip daar? Nee. Dat is niet waarschijnlijk, omdat het daarvoor veel te mooi is. Dit was veel te netjes, dit is duidelijk geen gebruiksvoorwerp geweest. Dit was een statusobject wat Cornelis Vis waarschijnlijk aan de wal bewaarde om te laten zien aan zijn bezoek, aan zijn collega's die op bezoek kwamen of zijn concurrenten, aan zijn familie, aan zijn, zeg maar zijn sociale omgeving. Want het was wel een boek wat hij zelf had geschreven, want het ziet er ook uit als een handschrift als ik het zo dat zie. Dat weten we niet. Oh, okay. Vermoedelijk is het wel gebaseerd op een manuscript van hemzelf, maar wat ze deden, die kapiteins in die tijd, ze brachten hun manuscript naar een beroepsschrijver en een beroepstekenaar, die dus die al die vlaggen heel mooi tekende en kleurde en daar ook in schoonschrift bijschreef wat de betekenis van die vlag was. Dit is waarschijnlijk dus, we zouden tegenwoordig zeggen, contractwerk met een kleine zelfstandige. Oké, en uit welk jaar komt het? Dit is gedateerd is 1789. Okay. Dat is tenminste de laatste aantekening, dus daar is waarschijnlijk wel enkele jaren aan gewerkt. En misschien dat Cornelis Vis, als hij van een reis terugkwam, terugging naar zijn schrijver en zei je moet dit en dat nog toevoegen. Dus het is niet gezegd dat alles uit het jaar 1789 is, maar het is wel het laatst genoemde jaartal in dit boek en hij is ook kort daarna overleden, dus daarna is het niet meer bijgehouden. Een ander aspect waarom je kunt zeggen dat dit een statusvoorwerp is, is de band. Dit is namelijk een hele dure band. Het type band werd in Middelburg gebruikt, dat kunnen we terugvinden, want de ZB heeft al veel langer deze band in bezit. Oh, dat is hetzelfde, ja. En dat lijken wel een tweelingbroertje en een tweelingzusje te zijn. Het lijkt heel veel op elkaar en aan de hand daarvan kun je wel bepalen dat het uit dezelfde boekbinderij komt. Deze boekbinderij die staat in de volksmond, maar die staat onder liefhebbers bekend als de binderij van Vernuft en Vlijt. Want dikwijls staat er op deze banden, waar ZB er enkele tientallen van heeft, er staat Vernuft en Vlijt op. En Vernuft en Vlijt was het logo van de Middelburgse Tekenacademie. Ah. Dat wil dus zeggen dat ze dat prijsbanden van de tekenacademie, mensen die een
die op die school zaten. Dat was eigenlijk, het tekenacademie was meer dan alleen maar waar je leerde tekenen, hoor. Tekenen was heel belangrijk in die tijd, vooral beroepstekenen. Bijvoorbeeld zilversmeden moesten ook kunnen tekenen, iedereen moest kunnen tekenen. Ja. Degenen die een goede prestatie geleverd hadden, die kregen dan een boek wat speciaal ingebonden was in een binde, in een band van vernuft en vlijt, zoals hier. Met, hopelijk staat hier de opdracht nog in, met inderdaad een handgeschreven opdracht aan de persoon die dus deze, die dus in de schilderkunst en de tekenkunst uitgeblonken was en ook in de andere vakken die ze kregen, want ze kregen meer dan alleen tekenen. Ik wou nog even erbij zeggen dat we deze, dit bijzondere stuk van Schout bij Nacht, zoals hier staat, Cornelis Vis, dat dat aangeschaft is bij een veilinghuis in Haarlem, bij Bub Kuiper. En dat we dat hebben kunnen doen dankzij een gift, een anonieme gift van een van weldoeners van de bibliotheek. Want zelf, het lijkt maar een klein boekje te zijn, maar het is heel erg duur. En dat zou de ZB zelf zou dat met moeite kunnen. Nou, bedankt gulgever, moeten we dan zeggen, hè, gemeenschap. Dat is heel vriendelijk dat iemand dat doet. Ja, absoluut, dat is super. Ja. Nee, we stellen het bijzonder op prijs wanneer mensen uit de gemeenschap de collectie willen helpen verrijken en onderhouden. Tot wanneer kunnen de mensen deze banden bewonderen in de vitrine? Want het staat bij de klantenservice. Ja, deze twee, om ze met elkaar te vergelijken, liggen dus allebei in de vitrine achter de klantenservice bij de uitleen van de bibliotheek. En die blijven in ieder geval liggen tot eind september. Nou, dat is fijn om te horen allemaal. Dankjewel voor je toelichting. Alsjeblieft. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.